Als Emma niet snel terugkomt, of als zijn lijk ergens wordt gevonden, dan hou ik jou verantwoordelijk. Dat ik hier sta, dat hebben wij allemaal te danken aan mijn zus. De officier van justitie wil heel graag dat jij getuigt. Ik ga niet opgeven wat ik nu heb. Ze is net een dag weg. En misschien komt ze nog wel terug. Onmisbaar voor als je op jezelf gaat wonen. Staat op de dodenlijst. Was het Irma? Kan ik je niet zeggen. Mevrouw van Walraven? Mevrouw van Walraven? Nee. Liegt ze? Ze liegt! Hé, wat flik je me nou? Dat is de fout van je leven, weet je dat? Je hebt je nek uitgestoken in de rechtszaal en dat zal ik niet vergeten. Voor het proces word ik al bijna aan flarden geschoten en vandaag moet ik weer rennen voor mijn leven. Ik heb jou vrijgesproken. Wat wil je nou nog meer van? Simon denkt dat we er 3,5 voor kunnen krijgen. Dit is jullie manier om paars geld wit te wassen. André is ernstig ziek. Die maakt het niet lang meer. Hij wil het goed maken. Ik kan het niet goed maken. Ik was het niet, Karin. Waar is die? Jij hebt hem aan wraak. Omdat jij denkt dat hij jou dood wilde hebben. En? Denk ik dat goed dan? Wilde eer van mij dood hebben. Hij wilde hem verraden. Zij was het toch. Sinds wanneer is Irwan weg? Weet jij waar Irwan mee bezig was? Met mij? De nieuwe lijn. Irwan moet Betty nog 2 miljoen betalen. Kan jij het niet voorschieten? Mam? Sorry. Oh, maak jij geen geluid of zo? Ik wil die niet laten schrikken. Gaan we dit nog lang volhouden? Ik weet het niet. Denk jij dat hij nog terugkomt? Om Irwan? Heb jij er iets mee te maken? Ik zou het wel snappen. Ben jij wel eens bang? Dat je de volgende bent? Schuld bij mij. Irwan die is foetsie en ik ben bijna zeker dat hij niet meer terug gaat komen. Maar die schuld die blijft, hè. En daarom is al dit moois nu van mij. En mijn zaak, dus verhandel je ook mijn pillen. Perry, laat het geld nou gewoon liggen. Ik kan toch... Tel het wel even voor je. Wij helpen elkaar, toch? Ja. Kijk, is Nicole. Ik kan af en toe even bijspringen. Ja, hij is goed, hij is wel vroeg. Carmen. Aangenaam. Nee, het is niet alles. De rest komt later. Het geld dat je hem gaf is niet uit eigen zak, hoop ik. Nee, het is van je pa. Betaal het hem tot de laatste cent terug. Wel opschieten. Gaan we naartoe? Mijn huis. Irwans huis. Even kijken of ik iets kan vinden. Een agenda of zo. Oom zei dat hij met iets bezig was. Iets nieuws. Dan moet hij toch partners hebben? Misschien weten die waar die is. Ik dacht dat je koud liet allemaal.
Ik kom voor Henk. Ogenblikje. Henk. Laat Erwan gaan. Kom binnen. Henk, toen ik naar André ging, was ik al zwanger. Dat je vindt wat je zoekt. Han? Han, wat is dit? Hij heeft de hele nacht alleen maar geschreeuwd. Ja, je moet hem ook verschonen. Je hebt toch kraamhulp? Nee, die heb ik weggestuurd. Nou, kom op. Dus dat is echt... Eerst douchen jij. Schiet op. Doe ik Erwan wel. Erwan? Erwan junior. Ja, zal ik jou eens even verschonen? Dit is niet zo lekker, hè? Heb jij wat van die doekies? Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Die club is van mij. Moes, luister. Ik weet ook niet waar die is. Wacht even. Ik ga kijken wat ik kan doen. Meneer Leeflang. Meneer Zwart. U hebt nieuws gehoord? André de Ruur is opgenomen in het ziekenhuis. En daar komt u voor om me dat te melden? Doet toch zijn financiële zaken? Beheert zijn erfenis? Ik hoef nergens op te antwoorden. Ik heb zometeen een afspraak, dus als u me wilt excuseren. Ja, ja. Ga me maar uitdagen om daar gebeten. Zou je waar je het over hebt, zo'n Ik heb het over de R. Dat jij die hebt overgenomen. Terwijl wij het al duidelijk hadden afgesproken. Dat er geen cent meer van jou naar je... Weet u zeker dat u niet met ons wil praten?
Dit was het, heren. Dank u wel. Een beetje... Ja. Wat heb ik nou gezegd? Ben jij nieuw? Yep. Heb je ook een wapen? Ja, natuurlijk. Mag ik hem zien? Hou maar vast. Ja. Wel eens geschoten? Zou je wel willen, hè? Kom. Poten. Beentjes uit elkaar. En die terugslag die kan behoorlijk stevig zijn. Pietje doet het zo. Maar ja, hij doet het gewoon normaal zo. Ik was zo oud als jij toen ik mijn eerste pistool van mijn pa kreeg. Ik heb geen vader meer. Ik moet op een lijn zijn. Een heel belangrijk trekketje overhouden. Ik zoek Irwan. Ja, ben je niet de enigste. Zwart. Check even. Hoe lang kennen we elkaar al, man? Ja, sorry. Het is even niet anders. Loop maar mee. Die kale die zijn letterlijk, maak je geen zorgen om Irwan, dat regel ik wel. Ze vreet ons op, Carmen, de hele familie. Dood of levend. Irwan zit weer in de kook, wist je dat? Ooms en Barry willen die lijn. En Barry zit achter de R aan. Kijk, voor mij mag je die tent hebben, maar ik wil geen problemen met Irwan als die opeens komt opduiken. Nou, die kans lijkt mij bijzonder klein. Hoe weet jij dat? Jij weet het. Jij weet alles. Luther, neem jij hem even. Hoofd je steunen, niet laten vallen. Nee. Geef hem even de fles. Ja, waarom zei je dat? Sorry. Waarom zei je dat? Ik weet het niet. Jij hebt hem! Ik heb hem niet. Ik heb hem niet. Ik heb hem niet. Hij is dood. Schat, dat weet je niet. Ik voel het. Hanneke. Rot op! Ga weg! Kun jij niet die kale? Het zou een hoop oplossen. Simon, zeg het nu niet met die kleine bijs. Ja, ja. Zaterdag geopend van 10 tot 6.
Als die nog verder doordraait, dan weet ik het ook niet meer. Oh, God. Als zij het niet kan, moet iemand anders voor het kind gaan zorgen. Hé. Hey. Kom eens in. Slaapt hij? Ja, hij slaapt. Kan ik u helpen? Ik ben op zoek naar iemand die vanuit deze winkel mijn broer probeerde te bereiken. Irwan. Klopt. En jij bent? Carmen, zijn zus. Ik heb iets voor hem. Wat? Is het hash? Nee, coke. Hoeveel kilo? 100. Mijn god. Hoe kom je eraan? Ik krijg iedere maand een container binnen voor de winkel. Van dit? Nee, voor de winkel. Mexicaanse artesania, spiegels, lampen. En dit. Oh. Dit komt van Raoul, mijn vriendje, Speedy. Hij was vrienden met Irwan in de bak. Daar laat jij je voor gebruiken. Leuke vriend heb je. Nee, die broer van jou, die is lekker. Irwan is verdwenen. Al een week. Ik hoopte dat jij iets meer zou weten. Maar Irwan, die zou dit komen ophalen. Ik bedoel, waarom neem jij dit mee? Dat is jouw broer. Reina, hoeveel jaar denk je dat je krijgt als je hiermee gepakt wordt? Ja, maar... Ik heb 3 kinderen. Ik kan hier echt niet zomaar mee rond gaan rijden. Dat kan echt niet. Nee, ja, maar hallo. Maar wat moet ik er dan mee? Hé! Hey! Shit. Laat maar, ik ga wel. Oké. Ja. Ja? Hé, ik heb slecht nieuws voor je. Irwan is gevonden. Staat die eikel buiten. Weet je wat hij doet? 100 kilo. Ik liet even 100 kilo van Irwan gestasht. 100 kilo wat? Hey Dien. Hey Carmen, mij. Ga even zitten, Car. Irwan is gevonden. Hij is dood. Ik weet niet zoveel doen, want ik heb de baby in mijn armen. Ik weet niet zo goed wat ik nou moet doen. Vrijgelaten crimineel Irwan de R.
Ewan is dood. Barry moet dood. En ooms. Hoeveel gaat het kosten? Kijk maar, Carolina. Hoeveel? Barry eerst. Karma, rustig nou. En je doet het niet zelf, Luther. Als het fout gaat, weet iedereen dat ik het was. Ik zorg voor het geld. Zelfmoord. Niks doen, dat is zelfmoord. Kom maar op met dat spul, we nemen het mee. Wat? We nemen het mee. Etalagemateriaal. Hé? Wat we besteld hadden voor de kerst, weet je? Oké. Hé, wacht even. Ik heb het gehoord, gecondoleerd, schat. Gecondoleerd. Ik moet even door. Ja. Jezus, wat zie jij eruit? Kun je me halen of zo? Halen? Wat bedoel je? Mag eruit. De dokter heeft een failliet verklaard. Krijg je gratie? Kan ik die kleine nog zien? Die moet nou zo'n beetje geboren worden. Waar zit je nou te staren? Je weet het nog niet, hè? Wat? André, ze hebben Ewan gevonden. Hij is dood. Barry zet me klem. Ooms eist je erfenis op.
Is het kind er wel of niet geboren? Ja, wel. Natuurlijk, sorry. Je hebt er een kleinzoon bij, Junior. André Junior? Naar mij? Erwan Junior. Hij zou een waardeloze vader zijn geweest. Nou, dat is alles voor Carmen. Ja. Je moet duiken. Sorry? Onderduiken. Als hij je pakken, red je het niet. Ga naar Thailand, laat je masseren. Ik praat met ooms. De gedonder met Betty moet klaar zijn. Simon, bel Fiep. Zeg haar dat ik naar huis mag. Oké. Het komt goed. Komt goed. Ik regel het voor Carmen. Minuten. Die is gek. Geen stuk. Ik heb zo nog een lege doos nodig. En de code van de kluis, ja? Ja, prima. En ik ben een tijdje weg. Maar je kunt het kantoor gewoon open houden. Ja, goed. Simon? Simon. Gecondoleerd met Erwan. Je weet waarom ik hier ben. Oh ja? Ik weet van niks. Laat die maar liggen. Nou, wil je dat doosje dan maar meenemen? Nee. Hey, rustig, ik heb het niet over jouw doosje. Ik heb het gewoon over dit doosje, hoor. Heerlijk. Zijn rijk nu, weet je dat? Nou, ik vind het geen 5 sterren, dit. Ja, hallo, mommeloe. Nu dat Erwan er niet meer is. Het is allemaal van ons. Hoe bedoel je? De bestelling. Maar die heb ik al meegegeven. Meegegeven? Ja, ik kan het toch niet in de winkel houden? Met wie heb jij dat meegegeven? Aan zijn zus. Ga jij die troep een beetje gratis lopen uitdelen? Die shit was van ons! Nee, maar Erwan heeft er toch voor betaald? Erwan is dood, stomme kut! Weet jij wat Rosales met mij gaat doen? Nee! Ik heb voor die gast ingestaan! Ja, je staat toch echt toch open? Dan ga jij er betalen met die Mexicaanse prullen? Moet ik het bekken van jou weer eens helpen? Wanneer hebt u uw man voor het laatst gezien? Vorige week. Een paar dagen voor de bevalling. Zei hij iets? Nee, niet speciaal. Weet u waar uw man mee bezig was? Nee. Dat kan je beter aan Carmen vragen. Carmen zei dat ze in de jachthaven hadden afgesproken, maar dat hij niet was komen opdagen. Ze zei dat ik me niet zo'n zorgen moest maken. Ze zou hem zoeken. Hij zou terugkomen. Jongen zou terugkomen. En daarom hebt u hem niet opgegeven als vermist? Nee, Simon Zwart die had nog contact met hem gehad. Ze hadden hem vastgehouden en er was iets van losgeld betaald.
Maar Carmen zei dat alles geregeld was. Carmen? Dat zei Carmen. Weer Carmen. Ja, zij weet echt overal vanaf. Zij weet dat de Irwan haar dood wilde hebben. Shit! Hè? Doe jij hier? Ja, je zoon heeft me binnengelaten. Ik mocht hier op je wachten. Ik heb hem! Ik heb gehoord van je broer. Gecondoleerd. Wist jij het ook al? Heeft Nathalie gebeld? Nee. Oh ja, ja sorry. Ja, ik moet natuurlijk ook gewoon wat later terugkomen. Sorry, Nee, wat is er? Waarom ben je hier? We hebben een probleem. Wij? Ik ga al. Je mag hem houden, het vuurtje. Irwan had nog een schuld. Wat? Rosales moet 8 ton hebben voor die koop van Irwan. En snel. Wat? Het is nog niet afbetaald. Ik heb geen 8 ton. Nee. Maar als Rosales straks komt cashen en we hebben niks... dan is het klaar, dan is het voorbij. Dan is het echt over. Ik ga het teruggeven. Kan niet, Carmen. Zo werkt het niet. Rosales is een zakenman. Je kan niet 10.000 spijkerbroeken bestellen en ze niet afnemen. Ik heb niets besteld. Nee. Je hebt ze wel afgenomen. Ik wil gewoon sapoen zien. Kook heeft hij thuis ook. Ik heb dat geld niet. Is Rosales het probleem niet? Luther, hoe kom ik aan dat geld? Met je hostelen. Beetje hostelen. Wat doe ik hier? Ik hoorde het van Irwan. Eén kilo. Onversneden. Kopen. Jij gaat dit voor mij verkopen en als het goed gaat, dan komt er meer. Hoe meer jij het versnijdt, hoe groter je winst. Over 2 dagen kom ik cashen. Gaat dat lukken, denk je? Waarom doe jij dit? Met mij? Omdat ik anders de volgende ben. Mevrouw van Walraven haar eigen broer heeft laten omleggen. Hij heeft toch wel eerder het recht in eigen hand genomen. Die Chile. Die Belg? Dat weet je niet. Want dan moet ik kwalijk nemen naar alles wat ze heeft meegemaakt. Ze heeft zelf die keuze gemaakt in de rechtbank. Je weet wat je te doen staat. Hey, Nathalie, met mama. Ik weet niet of je het al weet van oom Irwan. Ik denk het wel. Maar... Misschien heb je nu zin om bij ons te zijn. Nathalie, je hebt de groeten van Koosje. En iedereen wil dat je terugkomt. En ik ook. Ja,
We missen je. Luther, met mij. Zou jij kunnen kijken waar Nathalie is? Maak me zorgen. Ik vind het fijn als ze thuis komt. Kun jij niet gewoon even een avondje vrij nemen? Nee. Zo je oom, hè? Soms wou ik gewoon dat er een knop was dat ik mezelf kon uitzetten. We kopen toch pillen. Nee. Heb ze niet van mij gekregen. Zeg het tegen me, ik wil horen dat je het zegt. Ik heb ze niet van jou gekregen. Mam, denk jij nog wel eens aan papa? Elke dag, Boortje. Als ik opsta, als ik ga slapen. Waarom? Nou, omdat je... Je bent met Luther. De hele tijd. Ja, dat voelt natuurlijk raar. Voor jullie ook. Schat, ik wou dat ik een andere oplossing had. Hey, moet bij mij komen, ik wil even spreken. Afknijpen, schiet op. Niet even wieberen. Hey, Moes. Hoe is het met ons meisje? Goed. Vind jij goed? Wil jij die logeerpartij niet eens een keertje opbreken? Kind is net 18. Ik mocht het toch niet laten gaan? Ja, was toen Eva nog op te kon letten. Maar het is nou tijd dat ze thuis komt. En als ze niet wil? Verzin maar wat. Oh ja. En karma gaat je belonen voor je babysitten. Ja, probleem met Betty. Ik zet een paar mannetjes voor de deur. Zorg voor de beveiliging. Op voorwaarde dat je tegenover iedereen je kanen zegt. Ik kan... Laat het zeggen, dan... heel simpel. Luister. Jij breekt haar hart of ik breek je nek. Kan kiezen. Thank you.
Kap me af. Was dit jouw idee? Huh? In mijn huis? Terwijl mijn kinderen slapen? Kon jij niks anders bedenken? Klootzak. Afvoer. Klootzak. Au, klootzak! Het is allemaal Luther's schuld. Hij schreeuwde voor zijn kop! Hou vol. Beide series van Penosa zijn op DVD verkrijgbaar, exclusief bij de KRO voor 22,95. Bestel direct via webwinkel.kro.nl.